Ja, maar wel een paar jongelingen erin. Klomp. Ja. Dat had wel een mooie naam, ja, vind ik, voor een gast. Ja, verdediger. Ja, ja, ja. En Klompen erin, huppakee. Ja, daar is Klomp. Maar ja, goed, en de Reuvers. Van mij komt dat Friesland, of niet? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Klomp. Naar weer een Friese nakken kan toch niet, jongen. Kijk het maar even naar meer kat. Nou, we hadden ook Kasten hier. Wat vinden we daar nou van eigenlijk? Ja, dat vind ik echt... Die valt dan meestal in en dan was die basis. Ja, dus als je hier hoort praten alleen al, maar die past hem niet bij nak. Dat is, ja. Wat is zo'n zakkenvuller? Ja, ik vind hem wel. Nee, Kasten hier? Ja, nou, volgens mij nee, is het een joh, beetje... Zakken vullen bij nak. Dat is echt Nee, dan kom je niet meer naar staan niet meer, hoor. Ja, ja. Nou, je weet niet wat hij vroeg. Ja, misschien zat hij bij de Jumbo aan de kassa. Ja, wij gaan met onze zakken vol naar huis elke keer. Ja, maar dat zijn andere zakken. Niet, hoor. dat is niet van maar ik vind Kasten hier echt zo'n voetballer die inderdaad niet bij NAC past. Ja, er is gewoon een generatie voetballers tegenwoordig in heel de wereld die wij gewoon niet meer begrijpen als... ik rik mezelf intussen ook maar tot de oude lullen. Die een hele andere kijk op het wereldje hebben dan wij hebben. Met de schoentjes. En, ja, nou ja. Dat is waar. Maar laten we reëel zijn, tegen RKC was hij een van de betere. Ja, ja zeker. Ja, maar dat rest, moet je ook niet vergeten. Omdat de rest nog slechter was. Maar. Ja. Ja. Wij begrijpen niet op welke manier dat dit segment jongeren te prikkelen zijn om... Om hun oortjes uit te doen. En, ja, zeg maar. Deze Fortnite-generatie. Ja, nou, misschien wel. Ja, precies, dat soort dingen. Nou, zijn toch niet allemaal zo? Nee, maar weet je, er bestaan wel wat ergernissen, maar dat kunnen we wel... Heel belangrijk is je Insta-credibility, zeg maar. Ja, hè? Weet je, man, Insta-credibility. Hoe staat op de social media en dat is allemaal leidend en roze schoentjes, dingen. En de rode schoentjes had je vroeger een plaatje van. Gebeuren die prevaleren boven de hoofdzaak en... Joh, ja, dan als je op het moment dat je dat je zo'n type speler bent, dan sta je vooraan om... de kop eraf te hakken, zeg maar. Ze hebben nog niet in de gaten dat het publiek ooit gaat weglopen bij NAC. Ja. Nou, ooit? Ja, dat gaat ooit gebeuren. Ja, er zit ergens maar wel dit houdt het publiek niet vol. Nou, dit wordt wel heel erg. Dit wordt wel heel erg. Dan wordt gewoon koffie drinken op de tribune en bier drinken, maar verder doe je niks meer. Ja. Klopt, dat gaat er eens geen wedstrijd meer. Ja. Maar als ze eruit vliegen... Helemaal in je zakken vol, zeg maar. Als ze eruit vliegen, ben ik los. Nou. Ja. En hebben ze niet in de gaten. Hey, maar hebben we het nog over RKC? Of, Bijna. Ik zal je voorstellen om dan even de samenvatting even in te starten. Ja, dat scheelt ons weer een hoop pijn. Helemaal gelul. Ja. En daarna kunnen we een plaat draaien en dan nu. Ja. En dan nu. NAC Live. Oh ja, wat nu, overal en altijd 076 Radio. Verslaggevers bij de wedstrijd RKC NAC Breda zijn Ad van Loon, Barry den Rijer en Sander Waasdorf. Luisteraars, welkom bij de wedstrijd RKC Baalwijk tegen NAC Breda. Ook de luisteraars van 076 Radio en natuurlijk ook die van Breda nu. Die de wedstrijd via ons verslag gaan volgen vandaag. Zijn net afgetrapt in deze wedstrijd met een NAC. Helpt al wat flink gewijzigd is, maar 5 spelers die... Afgelopen zaterdag in Venlo in de basis stonden, staan nu ook in de basis. Mitchell van der Graag heeft echt ingegrepen. En is het de RKC die aan de rechterkant doorkomt? Er gaat iemand onderuit van NAC, dat is Klomp. En dan komt RKC vrij voor de goal. En die wordt uiteindelijk fantastisch nog geblokt door Marvin Reuvers. Ik denk dat we toch wel de eerste kans voor RKC kunnen noteren. Met een mooie paas op tevreden. En die weet dan niet te scoren, alleen maar de doelman te treffen. Ja, als je dan 2 meter voor de goal staat... En je schiet dan nog tegen de keeper aan. Ja, Ad was prima aanval. Laten we daar even mee beginnen. Ja, maar dit moet een doelpunt zijn. Dit moet een doel zijn. Hij had de verre hoek moeten zoeken. Dan had hij zeker gezeten. Maar hij schoot eigenlijk midden door. Waardoor Vaas hem eigenlijk relatief eenvoudig kon tegenhouden. Met de beste kans van de wedstrijd. Ze nu kijken, heeft NAC 3 aardige kansen gehad. Waarvan 1 hele goede dus. NAC kan nu diep gestoken worden op Sporksleden. Als hij hem nu geeft, tevreden staat dit midden. Maar die wordt achter de man gegeven. Dit is wel Kastenier die op de rand van de 16 staat om in te schieten. En die bal gaat op de lat daar. Nou, dat is dan de volgende Klomp. Die was niet voor Klomp, maar dan wordt de bal verkeerd gespeeld en de bal 1-0. Gaan we weer. Voor RKC. Weer een cadeautje. Daar wordt, er kwam een diepe bal, er leek eigenlijk helemaal niks aan de hand. En die bal wordt volgens mij teruggekopt door, teruggetikt door Sporksleden te kort. Ik weet niet wie je maakte, maar dat zullen we ongetwijfeld zo horen. Het is Nicky Baggerman die hem heeft gemaakt. Staan we weer op achterstand. Ja, we krijgen de makkelijke doelpunten tegen. Dat is het hele eieren eten in deze competitie. In deze jaargang, ook in de beker.
veel te makkelijk worden dat doelpunt tegengekregen. En is het een grote opgave voor NAC om doelpunten te maken. We hebben wel die kansen gehad in de eerste helft. Maar ze worden niet afgemaakt. Inderdaad, klaar voor de tweede helft. Kevin Blom legt de bal op de binnenstip. Maar vooralsnog is het RKC wat goed uit de startbocht komt. Een overtreding op de rand van de 16. Twee man, Mets en Klomp. Die allebei daar de man met nummer 9, Bilater, de topscorer, stuiten. En krijgen we een vrije trap. We doen de billen bij elkaar dat het niet gelijk kort naar rust de 2-0 gaat vallen. Want dan kunnen we misschien wel op gaan breken. Kunnen we inpakken. Inpakken en wegwezen. Sai staat achter de bal. Lijn is getrokken voor de muur. Gaan twee man van RKC ook in de muur staan. Van Leer staat iets voor zijn goal. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Linkerbal gaat onderdoor. En dan gaat er nog in ook. 2-0 voor RKC. 46 minuten en 29 seconden gespeeld. Ja, sorry Barry, maar ze kunnen nog onder de muur door. Ze kunnen nog een muurdeur wegzetten. Het is toch onvoorstelbaar. Ja, zo snel na rust geef je gelijk eigenlijk de wedstrijd uit handen. De vraag is, gaan we dit nog te boven komen? Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik kan inmiddels bijna niet meer wachten totdat we bij de 90ste minuut zijn aanbeland. Want ik begin langzamerhand de moed volledig te verliezen. Je voetbalt tegen jezelf, je verliest van jezelf. En je verliest eigenlijk niet van RKC Waalwijk. Want je staat tegen jezelf te voetballen. Tevreden die de bal in de drukte weet aanspelen. Korte, die moet draaien, kappen en die schiet op de lat. Ja. Ook, dit is de wet van Murphy. Uiteindelijk de afvallende bal voor Korte, die kan alleen maar terug. En daar maakt Kevin Blom een einde aan deze malaise. En kunnen we de volgende nederlaag in de boeken bijschrijven. RKC NAC, 90 minuten plus 3 minuten blessuretijd. Eindigt in een zeer, zeer teleurstellende 2-0 nederlaag voor onze jongens. Op 076 Radio volg je live de verrichtingen van NAC Breda. Via internet op www.076radio.nl. Ben je niet in de gelegenheid om... Nou, hij stopte gewoon mee. Plotseling einde, zeg. Eindigt ineens. Ja. We hoorden het net al, en de verslaggevers net ook al zeggen, dat muurtje, die vrije trap. Ja. En ik heb daarna nog eens een interview gelezen met die Sijs, de doelpuntenmaker. En die zei van, ja, ik wist dat ze gingen springen. Die hebben de vrije trappen, de tegenvrije trappen zitten analyseren. Die hebben dus goed gekeken. Die wisten dat de NAC-spelers zouden gaan springen. Misschien heeft hij het al eerder gezien in de wedstrijd. Maar die hebben dus gewoon zich op die manier ook voorbereid. Gewoon laag schieten. We zijn niet zo technisch begaafd dat we op een in de hoek krullen. Nee, gewoon vlak, laag, hoppakee. Onder de muur door, klaar. En net naar rust ook. Ja, net naar rust ook. En dat nekt NAC gewoon op deze manier. Ja. Ja. En dan speel je een hele helft, of een hele helft. Dat is een slecht woord eigenlijk. Je speelt dus een helft helemaal tegen jezelf en komt je niet meer aan te passen. Ja, klopt. Dat komt eigenlijk wel op neer, ja. Ze krijgen de kans niet om zich te herpakken. Hè. Nee. Ze zoeken momenten om het vertrouwen op te krikken. De eerste half uur waren ze daar redelijk goed mee bezig. Tot dat tegendoelpunt van die baggerman met dat kantje van... van niks. En dat foutje van Sporkley. En je ziet gelijk het hele team van jongens. Ze kijken elkaar weer aan van... Jongens, dit was niet... RKC was er niet bij de goal geweest, hè? Nee, precies. Nou ja, dat is inherent aan heel het beeld van de eerste helft. Want dat leek eigenlijk geen veldje aan de lucht. Ik voelde gewoon vanaf de tribune dat het gewoon van... Ja, oké. Dit zou wel eens wedstrijd kunnen zijn dat we ons gaan herpakken. Want we pompen die bal naar voren. Er gaan dingen gebeuren. Je zag zelfs wat sprankjes van speelplezier, speelvreugde weer terugkomen. Sprankjes. Ja, sprankjes. Maar ik moest er ook een beetje bij lachen toen ik het zei. Maar het is wel helaas bittere ernst dat we daar op zoek naar moeten. Zeg maar. Die jongens willen winnen. Het zijn echte winnaars. Echt wel. Dat geloof ik echt. En die willen niet verliezen. Die willen gewoon winnen. En... dan gaan ze echt zwaar in de klauwe kleren zitten. Hoe zeg je? Ze willen gewoon winnen. Ja, het straalt machteloosheid uit. Ja, machteloos. Machteloosheid uit, zo. Ja, ze hebben elkaar nog niet goed weten te vinden, zeg maar. Nee, lijkt wel als ze elkaar om voor het eerst zien. Ja. Na 3 maanden. Ja, goed. Na 3 maanden. Ze moeten vertrouwen in elkaar hebben. Ik ben Daan Klomp. Oh, met die klompen. De tegenslagen hakken er de kleine tegenvalletjes in de wedstrijden. Die hakken er nog te veel in. Ja. Dat is een beetje moeten we nog even naar de actie, want er waren mensen natuurlijk ontevreden. Ja, dat doen we zo even na de wedstrijd. Dat gaan we even doen. Ja. Doe eerst van de plaat? Wat je wil. Ja, plaat. Laten we even een muziekje draaien. Dan kunnen we even naar de koffie. Koffie. De hoofdkoffie is binnen namelijk. Wie heeft er een koffie? Ja, die bombardeer ik nou. Clearwater Revival mensen. Have you ever seen the rain? Ja. Nee, vandaag niet.